Nou, de eerste rijles. Wat is belangrijk om te weten over de motor? Nou, belangrijk is te weten de band. De band is belangrijk dat er geen inrijding in zitten, spijkers en zo. Laat dat zitten, haal dat er pas uit bij een garagebedrijf. Dan geen beschadiging aan de band, voldoende lucht in de band. Rij met 2 kan het zijn dat je wat meer lucht in de band moet hebben, omdat er dan meer gewicht op de band komt. Het ventieldopje moet erop zitten tegen vuil en stof. Dan belangrijk is de remvloeistof. Dit vaatje moet helemaal gevuld zijn. Is dat niet, dan kan het zijn dat je een lekkage hebt of het remblokje van de voorrem is versleten. De achterrem zit hier zo. De achterrem staat een lower en upper niveau op, dus daartussenin moet die gevuld zijn. Dus alleen van de achterrem, dus dat was voor, dit is achter. Dan, wat belangrijk is, is de ketting. 2 centimeter speling vanuit het midden gemeten. Je moet wat kettingspray of kettingvet erop doen om het soepel te houden. Het machinekraantje zit normaal gesproken hier. Hier zit hij niet op. Dit is vol automatisch. Hoe werkt hij? Als hij naar beneden staat, staat hij aan. Zo staat hij reserve en omhoog staat hij op uit. Dus aan, uit, reserve. Dat zit speciaal links, omdat rechts je gashand is. Op het moment dat ik het gas loslaat, loopt in 1 keer veel vermogen weg. En die linkerhand kun je gewoon loslaten. En dan kun je het kraantje bedienen als je wil. Op het stuur, als ik contact maak, gaan er wat lampjes branden. Het ABS, het olielampje, het motormanagementlampje. Neutraal, dat er niet geschakeld staat. Het lampje van het groot licht, dat is een blauw lampje. Dat is dit lampje. De startonderbreker. En bovenin hebben we de waarschuwingslichten of knipperlichten. Hier middenin geeft hij aan de brandstof en daar rechts is de temperatuur van de motor. De startknop zit aan deze zijde. Als ik hem indruk zonder gas altijd starten, dan zie je hier ook nog de toeren. Ik zet hem heel even uit. Om te starten moet ik contact maken. Je draait de sleutel naar rechts, maakt die contact. Dan moeten alle lampjes behalve het neutraal lampje uit zijn. Wil ik hem starten, alleen de startknop indrukken zonder gas. Dan moet je automatisch aanspringen, anders kan je, als je gas bijgeeft, een rijk mengsel, dan versuip je hem. De noodstop, dodemansknop. Op het moment dat je deze knop uitzet, wat zet je uit? Alleen het motorisch gedeelte. De verlichting, die blijft branden. Kun je ook zien, hè? Mijn hand is verlicht, de verlichting blijft branden. Ja? Uitzetten gebeurt normaal gesproken met de sleutel altijd. Ik doe hem heel even een keer starten. De klakson zit aan deze zijde. Richting naar links. Indruk om uit te zetten, richting naar rechts, indruk om uit te zetten. Dit zijn de waarschuwingslichten. Het groot licht zit hier zo. En dan brandt hier een blauw lampje. En hiervoor zit om te seinen. Ja. Aan deze zijde heb je de voorrem. Die kun je instellen. Als je de hendel naar voren duwt, dan kun je hem, als je hem op 1 zet, zet je hem dichterbij. En 5 staat hij verder weg. Dit is de voorrem. En hier zie je de voetrem. De hoofdrem is de voorrem. De voorrem is de voetrem. De voorrem is de belangrijkste rem. 70% van het remvermogen komt vanuit de voorrem. 30% komt vanuit de achterrem. Waarom is de voorrem de hoofdrem? Nou, op het moment dat je voertuig in stilstand staat, staat die stabiel. Ga ik hem in beweging zetten, zet die 200 kilo, die zet zich in beweging met die motor. Op het moment dat ik ga remmen, duikt hij naar voren. Je krijgt dan te maken met een dynamische aslastverplaatsing. En dat betekent niks anders als dat het gewicht van het achterwiel op het voorwiel komt. Waardoor er veel meer druk op dat voorwiel komt. Het wordt bijna gereduceerd tot 0 achter. Achterrem moet je wel gebruiken, is eigenlijk meer een corrigerende rem. En dat die achter niet opgelift wordt. Maar de hoofdrem is deze. Leg je vingers ook niet op, op de hendel, maar altijd om het handvat. Als je moet remmen, ga je naar de rem toe. Ja, dat is dat. Bij het opstappen is het altijd belangrijk, als ik opstap, om even de voorrem in te knijpen. Op het moment dat je de voorrem inknijpt, dan rolt die motor niet naar voren. Het zou lullig zijn als je op wil stappen, die motor rolt naar voren en je valt. Ja, dus voorrem in staat die stabiel. Opstappen, om je heen kijken of je niet iemand van zijn fiets aftrapt en dan ga je zitten. Je hebt hier een kleine standaard, die Effy. Die zit hier links voor. Nou, helemaal uitzetten. Stuur naar links als je hem neerzet. Even aan het stuur trekken.
om uit de vering te halen. Op het moment dat het hard waait of loopt iemand langsaf, zal hij anders kunnen vallen. En door hem even uit de vering te trekken, staat hij stabiel. Daar kan er niks mee gebeuren. Nou, de zithouding is ook belangrijk. Dicht tegen de tank aan, knieën tegen de tank. Je stuurt de motor ook vanuit je heupen eigenlijk. De voet, middenvoet erop, er zit de hak hier tegen het pedaal aan. Beetje naar buiten en een keer makkelijk bedienen. En rechts heb je dan hier de voetrem, waar je dan makkelijk bij kan. Gewoon naar binnen, omlaag, heb je de voetrem te pakken. Naar binnen, omlaag, heb je de voetrem. Dit hier zo is de koppelingshendel. Elke keer als je wil schakelen, moet je de koppeling helemaal inknijpen. En het schakelpookje zit hier, één omlaag, voet eronder, 2, 3, 4, 5, 6 omhoog, 6 versnellingen. Dus één omlaag en de rest is allemaal omhoog geschakeld. Ja? Het makkelijkste is om binnen de bouw de Cummins 4 te rijden, buiten de bouw de Cummins 6. Stel je komt de Cummins gereden, weet je, hey, ik moet even remmen en ik moet twee keer terugklikken, tik tik. Een haakse bocht naar rechts of links pak je in zijn tweede versnelling, net zoals met de auto ook. Nou, als je al in zijn 4 rijdt, weet je, koppeling in, tik tik, terugschakelen, twee keer terugklikken. Er zijn mensen die denken dat een motor een Ferriomatic is. Die doen die koppeling in, die drukken er één keer op en die blijft maar doorduwen. Maar dan doet die motor helemaal niks, dan gaat er maar eentje naar beneden. Dus wat je moet doen, is op het moment dat ik naar z'n 2 wil, ik rij in z'n 6, is gewoon remmen. Bij 40 ontkoppel je hem, dus helemaal inknijpen. Je doet tik, 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 tik. Je geeft 4 snelle tikjes achter elkaar, komt hij in z'n 2, je laat hem opkomen, handen om het handvat. En dan kun je gewoon weer doorrijden. Dus dat is over het schakelen. Over het schakelen, dus dat is belangrijk. Ja? Dan, met de motor moet je altijd remmen op het moment dat je stuur recht is. Het kan wel in een bocht, maar dan vereist wel een hogere motorrijvaardigheid. Maar in principe is remmen voor de bocht of na de bocht, maar niet tijdens de bocht. Ja? Oké, dit was even een globale uitleg. Mag ik pauze? Wat belangrijk is voor de spiegels, nou als je de spiegels afstelt, je kan die hier gewoon zo pakken. Dan moet je een klein stukje van je arm nog zien en dan moet je langs je arm af naar achteren kunnen kijken. Denk eraan met motorrijden. Motorrijden is eigenlijk alleen maar kijken. Kijk ver vooruit, kijk waar je heen wil. Daar waar je kijkt gaat die motor heen. Dus altijd ver vooruit kijken. Niet net voor de motor, maar ver weg. En dan blik niet fixeren op één punt. Maar gewoon dan een beetje terug, een beetje voor, een beetje breed kijken. Dat is belangrijk. Ja? Oké, dat was het.